zijn allemaal Oriëntaalse dingen. Dit zijn de 17e eeuwse. Hier zijn de barokken, een aantal daarvan. Dus zeg maar in de 4-15 stemming. Wat je niet moet zoeken bij een blokfluit, dat is kaarsrechte chromatiek, rechte tonen, constanten. Je moet juist aangetrokken worden door het feit dat hoe iemand ook zijn best doet op het instrument, die tonen altijd buigzaam blijven. We wilden iets heel avant-gardistisch en iets heel wilds en iets anti, ja, establishment en tegen de gangbare concertpraktijken. Cross tussen middeleeuwse muziek, vreemdste arrangementen, ga zo maar door. Dus alles door elkaar, alles ook erop gericht om het publiek te destabiliseren, zodat niemand meer begreep waar ze nou eigenlijk zaten te kijken of zaten te luisteren.